Een hele goede morgen. Het is vandaag 19 mei en als je dit kijkt waarschijnlijk niet. Maar 19 mei is mijn verjaardag. En wat ik zei, het is 19 mei. En ik ben 19 jaar geworden. En ik moet altijd de hele dag lachen als ik jarig ben. Dat is echt een beetje mijn dag. Het is nu 12 uur. Vanochtend zijn mijn opa en oma langsgekomen. Die hebben me gefeliciteerd. En ik ben uit bed gezongen door mijn ouders. Ook altijd heel leuk. En dan krijg ik altijd een speciale hoed op. Die ga ik even laten zien. En dat is deze hoed. Dat is namelijk een traditie om elk jaar. Ik denk echt vanaf dat ik, hoe oud was ik? 4, misschien wel jonger, draag ik deze hoed als ik jarig ben. Oeh, ik ben helemaal buiten adem, ik ging hem even van boven halen. En mijn verjaardagsoutfit, ook super leuk. Die is namelijk van My Oh My. Kijk, dat is dit topje. Met een beetje off-shoulder half. En deze broek, rood. Met flared. Super lenig. Oké, dat heb ik dus aan. Met deze oorbelletjes in. Zo, ik zit in de auto. En ik ga nu richting station. Want ik ga Olijn ophalen. Olijn die komt naar Heido. Superleuk. Ja, maar dit duurt heel lang. Maar het is wel heel leuk. Niet let op mijn inpakkunsten. Okay. Want het was gisteravond heel laat, net voor 12 uur. En stil was echt tegen. Ja. Oh, dit is zo hard. Ja, het zijn eigenlijk allemaal redenen waarom wij beste vriendinnetjes zijn. En wat allemaal. Ja, dus. Mag ik even? Ja, tuurlijk. Okay. Allermooiste mensen op de hele wereld. Waar moet ik beginnen? Ik denk zo'n 1,5 jaar geleden, want daar begonnen wij ook. Ik zag een prachtige en vooral krachtige nieuwe meid in mijn klas zitten. En wie had gedacht dat die binnenkant net zo stralend en goud was als ze eruit zag. Vanaf die dag heb ik er een voorbeeld beste vriendin en soulmate bij. Vanaf de uren in bad, oh ja, in bad, tot de nachten samen dansen alsof er niemand om ons heen staat. Naar de verkleed- en logeerpartijtje in bij mij ons huisje. Ik kan je niet genoeg bedanken dat ik jou naast mij heb. Een persoon die mij versterkt en beter maakt. Ik ben zo ontiegelijk trots op jou, hoe jij alles flikt. Echt zoveel respect. Als iemand een powervrouw is, dan ben jij dat. Oh ja, en niet vergeten. Dit leuke ding is vandaag 19 geworden. Oh, wat staat hier? Ja, een feestje. Happy birthday, mijn allerbeste vriendinnetje. Ik vond dit een mooie gelegenheid om te vertellen hoe onwijs ik van jou en dankbaar met jou ben. In dit boek staan alle redenen waarom wij beste vriendinnen zijn geweest. Wow, zo lief. Ik heb niet zo'n lijn. Geef je haar hoofd er allemaal. Allemaal. Oh my god. Haar. Oh, ik vind het zo mooi. Je bent echt een kerstje. Je bent zo rood, alles. Gewoon je clip, je tasje. En een banaan. Ja, ik ben met Lin. Ik zie dit wel. Wat denk je zelf? Nou, prinses, waar gaan we heen? Heel moppie. Mijn haartjes zijn al klaar. Oh my god, onze haartjes zijn gedaan bij Bosman. Oh, ik voel echt een prinses. Oh my god, laat jouw haar zien. Kijk, dit is gewoon net Shakira. Die had het toch altijd? Ja! 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 Oh ja. En oh hier heb god. Ik een... Jij hebt alles naar links. Ik heb gewoon... En de scheiding. Middenscheiding. Ja, echt prachtig. Oh. Van jou ook. Het ziet er zo mooi gezond uit. En ze hadden ook gelijk onze make-up gedaan. Ja, maar ze gingen een hele roze blush en zo. En dat heb ik nooit. Nee, maar het is wel echt heel mooi. Let's get it. Doe je dans. Doe je dans, doe je dans. Het is me steeds na, bitch. Rustig, rustig. Ik heb
Wij zijn klaar met eten. Gelukkig zit vast. Ook, net toen we hier naar de ja. Iedereen achterin. Ho, wat is dit? Hoi. Hoi. We hebben nog ongeveer een uur. Minder om alles te doen. We hebben minder dan een uur. Oké. Zo blij dat ik er al op zit. Kan Miesje wel. Ja, Miesje heeft het druk. Miesje is bijna klaar. Miesje is eigenlijk al klaar. Miesje is klaar. Maar ik zit alleen maar om te kleden. Je voelt het een stress, hè? Ja, ik ook. Ben je zenuwachtig? Ja. We zijn ook. Wij zijn klaargemaakt. Ja, wij zijn samen 16. Wij zijn, oh my god, dat was het begin. Wat ga je doen? Kom erbij. Kom maar eens terug. Kom maar. Oké, bier. En ik sta helemaal door mijn knieën, want ik sta dus gewoon met twee kleine meisjes. Oh. Nee, ik ben heel groot. Best wel groot hoor. Jongens, als ik zo sta, kom ik letterlijk tot hier. En jij komt tot hier. Dus ik sta even door mijn knieën. Kijk, en, het is heel grappig, Roos die de camera het is nu... Oké, goed verhaal. Ja, maakt niet uit. Het was wel grappig. Roos die bij de camera kwam. En de gasten komen zo, gasten, joh. Afgelopen en wij zijn thuis. We waren al thuis. En is thuis gebleven. We zijn thuis gebleven en het was heel leuk. Het is echt heel gezellig. Iedereen. Dus nu sluiten wij de vlog af. We sluiten deze vlog af. Wij gaan nu onze make-up erop afhalen. En wij gaan ons haar erin laten. We laten ons haar weer in. Make-up eraf. En morgen is weer een dag. En morgen weer een dag. Duimpje omhoog. Abonneren. Als je dat nog niet gedaan. En dan zien jullie volgende week.